Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 11 hier in Italië. Ronde nummer 11 natuurlijk ook van het kampioenschap. Heb je die vorige video in Nederland gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F123 My Team Career Mode content. De vorige wedstrijd in Nederland verliep niet zo lekker. We hadden daar een zeer neutrale race. We werden daar volgens mij 16e. Dus weer geen punten behaald. Staan ook niet zo goed voor bij de Reached and Development boom. Komen er wel een aantal updates binnen. Onder andere van de Halo. Dat is goed om te zien. Twee grote, één kleine dus. En ja, nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal. Dan zou ik dat zeker weten even doen. We staan dus 13e in het klassement. 17e werden dus in de vorige wedstrijd in Nederland. Hopen dat we deze race wat meer naar voren kunnen gaan komen tijdens de wedstrijd. Mijn teamgenoot Richard Verschoon nog geen punten gepakt dit seizoen. En dan moeten we nu even een rivaal gaan kiezen. En dan denk ik dat wij gewoon voor Pierre Gasly gaan of Lando Norris. Het wordt dus Gasly. Sponsoren even erop zetten. Dat we dus Loopy nu hebben als sponsor. Spoelen de tijd eventjes mooi door. Een update geslaagd van de Power Unit. Dat is goed om te zien. Pirelli Hot Lap slaan wij over. En het is tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 11. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En kijken of we ook door kunnen komen naar het tweede kwalificatie. Door daar een klein beetje te wijd bij de laatste bocht. Hopen dat wij ook een prima topsnelheid hebben op dit circuit. DRS dus geopend. Met nog ongeveer 15 minuten op de klok. 350 km per uur is de topsnelheid. Zitten we dus prima bij. Kom aan bij het einde van mijn eerste run met Perez. Die een 1.20.1.4.1 laat noteren als snelste raceronde van... toch wel snelste tijd van Q1. Raceronde worden pas in de race gegeven. Vandaar ook dat het woord race erin zit. Goed verhaal. En komen aan op een P3. Met paars in sector 3, jazeker. Maar inmiddels zijn wij doorverwezen naar een P9. En moeten ons gaan verbeteren, hoop ik. Piastri op P10, Bottas op P11, Alonso dus op P8. Weer DRS geopend. En met nog ongeveer een minuut op de klok gaan we kijken of we ons kunnen verbeteren. Prima, eerste twee bochten. Daar gaan we veel te wijd. En deze ronde is eigenlijk al weggegooid. We zijn op dit moment nu op een P10. En de tijd tikt langzamerhand af. En de delta zakt verder weg. Hier nog proberen op de exit misschien. En komen helaas in het rood te staan. Geen verbetering voor ons. Maar we zijn wel door op een P12. Op naar Q2. En dan zijn we ook aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. Met nog ongeveer een minuut op de klok. We gaan er als laatste naar buiten om een ronde te laten noteren. Van de geteerde rondes. Want iedereen achter ons die is nu bezig met zijn outlap. Wij laten het maar bij één run. Prima, eerste twee bochten. Vlag hangt uit in Q2 met groen in sector 1 en 2. En wij gaan een tijd hier noteren. Hopelijk dat we naar ietsjes naar voren kunnen komen. Daar helaas te wijd bij de laatste bocht. Moment onderstuur. Helaas. En dit wordt denk ik geen goede tijd. En dat blijft denk ik een 16e positie. Jazeker, we staan op een P16. Niet door naar Q3. Ik ben toch blij dat we door zijn naar Q2. Toch goed gedaan, vind ik. In een slechte auto, jammer van Verschoor. En is het op naar de race voor aflevering nummer 11. Daar gaan we dan. The third permanent circuit built anywhere on earth. Monza has always been special. Now it's been providing motor racing memories for a century. Welcome to the Italian Grand Prix.
Monza. Northeast of Milan, some of the most iconic turns in all of racing. The chicane at turn 1 and 2, the Variante Ascari at turns 8, 9 and 10, and the Parabolica to conclude things at turn 11. We are full throttle for 80% of the lap. It's time to take a look at our starting grid for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Fernando Alonso, Norris, Ocon, Gasly, Stroll, Albon, Magnussen, Oscar Piastri, Bottas, the Professor, Tsunoda, Hülkenberg, Richard Vasseur, Joe, Sargeant, and Nyck de Vries. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Anthony Davidson, thanks for joining me again for the Grand Prix. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid en kijken of wij ook iets kunnen gaan doen in deze wedstrijd. Ik verwacht er niet zoveel van, of er moet heel veel chaos ontstaan tijdens deze race. Punten pakken wordt gewoon hartstikke lastig. Ja, ik ben ook benieuwd wat Richard Verschoor kan gaan doen. De strategie is gewoon soft medium volgens mij, jazeker. En nemen wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. 21 ronden in plaats van 20, een rondje meer. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor de formatieronde hier in Italië. Starten op een P16. Voor onze teamgenoot Richard Verschoor. Komen matig weg, maar dat is geen probleem. Dit is gewoon een oefenstart. En dan gaan we ons zometeen voorbereiden voor het echte werk. En kijken of wij een aantal posities kunnen gaan goed maken tijdens de race. En dan ook zometeen wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Volgens mij leidt Verstappen de formatieronde. Koude banden nog tot nu toe. Worden dus alsmaar warmer. En die banden zijn inmiddels op temperatuur gekomen. Dat had u echt niet verwacht. Verstappen is bij zijn positie aanbeland. Staat al stil. Staat te wachten totdat iedereen in het veld op zijn positie is beland. Wij dus op een P16. Staan dus aan de rechterkant. Hopen dat we een goede start hebben. Komen wij goed of slecht in onze positie terecht? We komen prima in onze positie terecht. 0,6 meter er vanaf. Nu is het wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 11 van F1 23 My Team Career Mode. Dat op een P16 in de grootprijs van Italië. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Ik kom maar matig weg. Bottas al gelijk opgesloten door Magnussen. Daar pakken we die positie weer terug. Piastri is hier ook al gezien. Ik verlies heel mijn spraak. Want daar was het in één keer bijna drie dik. Eerste bocht altijd lastig. Remactie naar Albon. Gele vlag, sector 1. En we kunnen weer doorgaan met racen. En hebben Gasly per ongeluk geraakt. En zijn naar een P10. Een prima start hier in Italië. Nu is het op naar Fernando Alonso. In de slipstream duiken bij de tweevoudig wereldkampioen. En hier aan de binnenkant zetten. Jazeker, laten uitrollen. En het is een P9. Goed gedaan. Onder nummer 2 als Gasly daar een tegenaanval doet aan de binnenkant. Is er nog niet voorbij. We sturen hier in en geven Gasly gewoon helemaal geen ruimte. Vol vleugel beschadigd van de Fransman. Hij moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. En zijn race is eigenlijk al helemaal verpest door een foutje van ons. Norris naar P7, Piastri naar P10, Alonso op P11 rijdt op die harde band. Dus het gaat langer door dan de rest van het veld. Nog 17 rondes te gaan in de race. Verstappen aan de leiding, daar zit Piastri te kijken. Ook weer een touché bij de binnenkant van de bocht. Maar dit keer houdt Piastri zijn voorvleugel heel. We zitten in ronde nummer 3 van de race als DRS is beschikbaar gesteld door race director. Gasly is
bij zijn team aanbeland en rijdt helemaal achteraan. Rijdt nu pas in sector 1. Daar zit Piastri weer te kijken voor een aanval aan de binnenkant. En dit keer lukt het weer niet. Pesten daarmee wel onze exit. En gooi je de overtekenknop aan. Piastri op 1 seconde. Sainz en Albon knokken samen om P7. Jammer van die laatste bocht. Heeft ons wat tijd gekost. En de pace begint wat in te kakken. Want daar zit Piastri te kijken. 14e is het gat. 13e. 2e. 1e. En hij zit er aan de buitenkant te kijken voor een aanval. Maar dat lukt niet. Duwen hem daar mooi wijd. Laten hem daar geen ruimte over. En het is nog steeds een 9e positie in ronde nummer 4. Ronde nummer 5 als Gasly de snelste race ronde zet. Logisch, want hij rijdt op versere banden. Daar maken we een klein foutje. Piastri hier naar de buitenkant. Nee, Alonso dit keer naar de buitenkant. Want Piastri is teruggedrongen tot denk ik een P12. Alonso aan de binnenkant hier. Een kleine touché. Nieuwe strategie is beschikbaar op race op MFD. Ronde nummer 7 dus naar binnen voor de mediumband. Alonso en Ocon samen knokkend voor P10. Zitten in ronde nummer 8 als Russell en Verstappen naar binnen duiken. Wij doen ook hetzelfde en gaan naar de mediumband. Kijken hoe snel deze pitstop wordt. P4 en een prima pitstop komen terug op P19. Vraag is voor of achter Ocon. Achter Esteban Ocon. Jazeker, terug op P20. Sorry, achter Gasly zelfs. Ocon rijdt nog achter ons. Ronde nummer 10 is het als we daar Ocon hebben voor een aanval. Wij gaan hier een beetje wijd. Maar Ocon spint. Esteban Ocon is gespind door een foutje van hemzelf. Staat daar stil in bocht nummer 1. Gele vlag. Alonso probeert het hier dan aan de buitenkant. Lukt helaas niet. Safety car op de baan geroepen. En wij gaan al gelijk gas verminderen. Alonso haalt ons in tijdens die safety car. Wij zijn het daar niet mee eens, maar vallen hem dus terug aan. En dat betekent dat we dus nu een illegale manoeuvre hebben op Alonso. Wij moeten die plek terug gaan geven. Dus Alonso wint hier gewoon een plekje tijdens die safety car fase. Omdat hij niet die positie hoeft terug te geven. Herhaling van Esteban Ocon. Wat is hier gebeurd? Wij gaan naar wijd en Ocon spint gewoon op zichzelf. Maar een bijzonder moment van Alonso. Hij haalt ons in tijdens de safety car fase. Maar hoeft zijn positie niet terug te geven. Als wij het doen, moeten wij de positie wel teruggeven. Nou, goed gedaan Fia. Lekker bezig. Ik vind het een beetje nergens op slaan. Maar goed, geef niks, want de safety car gaat al naar binnen. In ronde nummer 12. Nog 7 rondes te gaan zitten. Kijken bij Fernando Alonso, want wij willen die positie terug hebben. Het zijn belangrijke punten voor het team en voor mijzelf. We hebben genoeg brandstof gespaard. We hebben wel een ERS-probleem. De batterij laat maar tot 94% op. Dus missen gewoon 6% batterij. En zijn helaas niet wakker gebleven. Alonso is sneller weg. Maar wij hebben hier de overtake en de slipstream. Rijden met de Ferrari motor. Alonso rijdt al gelijk van ons weg. Tsunoda zit misschien te kijken bij ons. Maar wij vallen hier heel veel jongens aan. Perez heeft een 5 seconden straf gekregen. Duwen Sainz daar een beetje wijd. Gele vlag in sector 1. Maar we kunnen door. En pakken hem daar op de exit. Jazeker. P7 op dit moment. Goed gedaan. Ronde nummer 13 als daar een McLaren uitvalt. Dat is volgens mij Oscar Piastri. En hier wordt het zometeen 3 dik op start-finish. Albon aan de binnenkant. Sainz aan de buitenkant. 3 dik hier op dit rechte stuk. We zijn gewoon sneller dan de Mercedes. Sainz zit daar ook te kijken. Bijna een touché met de Spanjaard. En hier is het ook hartstikke druk met Norris, Verstappen, Gasly, Russell, Hamilton. Iedereen knokt hier voor positie met nog 4 rondes te gaan in de race. Piastri staat er nog steeds stil in sector 2. Gele vlag daar nog steeds gezwaaid. En weer een safety car op de baan geroepen. Weer een safety car.
Met nog 4 rondes te gaan, komt hij weer een safety car op de baan. Dit vergroot alweer onze voorsprong om posities te pakken aan boord bij Oscar Piastri, die hier de strijd moest staken in ronde nummer 13 van de race. Motorisch probleem bij de Australiër en einde wedstrijd. Jammer, maar helaas. Ronde nummer 16, nog 2 rondes te gaan als de safety car naar binnen duikt. En we rijden gewoon achter George Russell op P7. Zien daar de leider gewoon rijden. Dat is volgens mij Charles Leclerc. Met Verstappen vlak achter hem. Met nog 3 rondes te gaan in de race. Wat kunnen wij nog? Kunnen wij nog misschien voor een podium gaan? Wat kan Perez met die 5 seconden straf? Wat kan Russell? Wat kan iedereen nog? Dat is de grote vraag. Dit wordt gewoon een sprintrace naar de laatste ronde toe. Wanneer gaat Leclerc op zijn gas? We zijn wakker bij Russell. Tikken hem langzaam aan. En hier gaat Leclerc op zijn gas. We zijn gelijk wakker en vallen Russell daar aan bij een startfinish. Nu mogen we hem pas aanvallen. Moesten daar even inhouden. Groene vlag wordt gezwaaid. En wij vallen daar Russell aan de binnenkant. Jazeker, ook Perez is gezien. Gele vlag in sector 1, het is een P5. Nu dit volhouden. Ik denk niet dat we naar Norris kunnen gaan toerijden. Die rijdt in een veel snellere auto. Rijdt ook op de harde band. En Leclerc gaat sowieso wegrijden van het groepje, denk ik. Onder nummer 17 nog steeds. Leclerc rijdt niet weg. Perez doet daar een aanval aan de buitenkant. Lukt. En hij is er voorbij. We hebben de topsnelheid van de Ferrari motor en duwen Perez daar wijd. Klein touché met ons op de zijkant van de auto. Russell nu zij aan zij met Perez voor P6. We stappen met de snelste raceronde in ronde nummer 18 en pakt de leiding af van Charles Leclerc. Maar Leclerc geeft niet op en knokt zich terug. Daar zit Russell aan de buitenkant te kijken. Maar kan er niet voorbij, wordt daar flink wijd geduwd door ons. Perez kan weer terugkomen en is weer naar P6. We stappen dus aan de leiding met nog een ronde te gaan. Laatste ronde loopt inmiddels. DRS is beschikbaar gesteld. Perez en Russell hier. Wat kunnen hun nog voor positie? Duwen Perez hier weer mooi wijd. We zien de leiders daar gewoon rijden. 5 seconden is de achterstand. We stappen op P3. Zakt helemaal terug. En Hamilton dus nu naar P2. Nog altijd leider in de race, Charles Leclerc moet nog een paar bochten voltooien. En dan wint hij hier de grote prijs voor Ferrari in Ferrariland. Wij moeten nog even Russell en Perez af te stoppen voor P5. En zo pakken wij dan onze beste resultaat ooit, mochten wij zo blijven eindigen. Maar hopen van wel, Perez zakt sowieso heel ver terug vanwege die 5 seconden straf die hij heeft gekregen. Leclerc en Hamilton, Verstappen doet niet meer mee. Max Verstappen moet oppassen voor Norris. Hamilton pakt de leiding af van Leclerc met nog een paar bochten te gaan. Norris naar P3 pakt het podium af van Verstappen. Wat kan Leclerc nog? Wat kan Russell nog? Want die zit er heel dicht op. Wij gooien de overtaking op aan, blokkeren Russell daar. Kan er niet langs. Perez doet ook nog een ultieme poging om Russell voorbij te steken. En Lewis Hamilton pakt de race-overwinning af van Charles Leclerc. Norris pakt het podium af van Verstappen en wij worden 5e. Onze beste resultaat ooit in ons debuutseizoen. Een uitstekende race. 10 belangrijke punten voor ons gepakt. Goed gedaan. Perez zakt helemaal terug. Zo krijgt Drive of the Day en is op naar de volgende ronde. They made great use of the clear air today then and didn't allow anyone to exploit the slipstream behind them. What a great win here at Monza. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again.
Nou, hier ben onze uitleg van de wedstrijd. Lewis Hamilton wint dus de rode prijs van Italië. Charles Leclerc na P2 nog eens op het podium. Verstappen zakt terug tot P4. Met de snelste race ronde wij dus naar P5. Verstappen krijgt drive of the day. Vind ik niet terecht. Wij hadden drive of the day moeten krijgen van Anthony Davidson. P5. Van vertrokken vanaf P16. Goed gedaan. Verschoren naar P13. Een prima resultaat dus voor ons. Piastri enige uitvaller in de wedstrijd. Klassement. Wij dus 11e met 19 punten. Ze hebben het goed gedaan. P7 nog steeds in het constructeurskampioenschap. We mogen daar best wel tevreden over zijn. En hopen dat de volgende race ook weer zo'n spektakel gaat worden. Dat we daar ook punten gaan pakken. Want deze stijgende lijn moeten we gewoon gaan voortzetten. Team McLean dus met mezelf en Richard Verschoor. Ook allemaal goed, zie ik. Het is tijd voor het sponsorgeld. $272.000 erbij bij de sponsoren dus voltooid. Verschoor en ik dus geen schade gereden, dus $125.000 ook erbij. $2.96 miljoen erbij op de bank. Sorry, dat hebben we dus nu staan op de bank. Goed gedaan. En ja, dan ga ik deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk moet trainen. Interessant. Heel interessant. Nu ook mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F123 My Team Kremlin content. Ja, en schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele regeling van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam is dan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.